Welkom allemaal bij dit webinar. Nog even een paar minuutjes, dan gaan we starten. Nog iedereen even rustig aan laten schuiven. Ik ben over een paar minuutjes bij je terug. Gaan we. We zijn live, we zijn begonnen. Maar ik vind het prettig om nog even één minuutje pauze te nemen voordat ik echt van start ga, zodat iedereen kan aanschuiven die wil. Kan ik hier nog even alles in orde maken, goed neerzetten. Zo. Dus nog één minuutje en dan ben ik bij je terug. Yes, we gaan van start. Dankjewel dat je er bent. Welkom in dit webinar. Ja, top om met jou hier wat tijd door te brengen. En dat ga ik doen middels een aantal inzichten die ik met je wil delen. Aan de hand van mijn ervaring van 20 jaar Talent First. Een aantal crisissen die ik heb meegemaakt en nu hebben we er weer een te pakken. Ik wil dat heel graag met je doen aan de hand van een aantal slides. Dus die ga ik even met je delen. Dus ik ga nu eventjes mijn scherm met jou delen. En dan zul je zien dat als het goed is, gaat dat er zo uitzien. Even kijken. Yes. Zo zie je mijn scherm. En nu kan ik jou welkom heten namens mezelf met deze slide. Ik wil het heel graag met je hebben over overeind blijven in je werk als alles om je heen wankelt. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Want dat is de situatie waar we in zitten.
hoe kun je er nou voor zorgen dat je zelfvertrouwen, rust, kracht hebt en eigenlijk een baken van stevigheid bent in deze gekke tijd. Dus daar ga ik heel graag met je doorheen. Hoe kun je voor jezelf een soort psychologisch vaccin creëren om bestand te zijn tegen omstandigheden, tegen de situatie waar we met z'n allen in zitten. Nou, het mooiste zou natuurlijk zijn als je sterker uit deze crisis komt dan dat je erin ging. En hoe kun je dat nou aanpakken? Dat zou toch hartstikke mooi zijn. Hè? Fluit het naar je werk voor de rest van je leven, ondanks welke omstandigheden dan ook. Daar wil ik heel graag met je naar gaan kijken, want ik zou willen voorkomen dat jij ook werk ziet als een soort hinderlijke onderbreking van het weekend, zoals een heleboel mensen doen. En dat is volgens mij ook helemaal niet nodig. Hoe dat te doen, wil ik met je delen door mijn ontdekkingen, die ik op dat vlak heb gedaan. Door vallen en opstaan, zelf dingen te ontdekken, tegen allerlei muren op te lopen en veel te lezen, veel te doen. Dat wil ik heel graag met je delen. En aan het einde van dit verhaal heb ik ook nog een toffe no-brainer, denk ik, voor iedereen die er echt mee aan de slag wil. Maar dat doe ik aan het einde. En ik wil je eigenlijk ook nu daar al een beetje warm voor maken, want het heeft iets met deze mooie boot te maken. Maar ik wil je eerst vragen om nu even te focussen op mijn verhaal. Zorg dat je eigenlijk geen afleiding hebt. Zorg dat je zo weinig mogelijk WhatsApp, Facebook, allerlei andere afleiders om je heen hebt. Zet ze gewoon lekker uit. Want en ook aantekeningen maken is een slimme. Gewoon aantekeningen krabbelen, dingetjes bijhouden die jou wat zeggen, die voor jou specifiek wat betekenen. Dat helpt ook om je te concentreren. Vragen heel graag aan het einde. Dan ben ik beschikbaar om al je vragen te beantwoorden. Maar laten we beginnen. Dit was een beeld van de show van vorig jaar. Thank God it's Monday. Nou, dit jaar doen we dat niet in dit soort grote zalen, maar doen we het gewoon met webinars. Werkt ook hartstikke goed. En ik hoop dat ik jou ook mee kan nemen en misschien ook wel een beetje kan laten lachen hier en daar. Want dat zou natuurlijk super zijn. Fluit het naar je werk. Als dat de uitdaging is, dan moeten we daar maar mee gaan beginnen, denk ik. Ik heb er een mooi liedje op gemaakt. Misschien kan ik die even laten horen. Dat was hem. Een nummertje had ik gemaakt vorig jaar voor mijn theatershows. En wat ik leuk vind, ik kan eigenlijk helemaal niet zo heel goed zingen, maar ik vind het gewoon leuk om te zingen.
Dus daarom dacht ik, ik doe het gewoon. Dus ik heb lekker in theater gezongen. En ik deel het graag met jou, want het gaat hier wel over. Fluit het naar je werk. En nou, laat mij me eerst even voorstellen. Want voordat ik allerlei inzichten met je ga delen, wil je misschien ook horen wie er tegen je praat. Ik ben Huub van Swieten. En ik ben 52 jaar. Sinds 2000 ben ik bezig met het bedrijf Talent First. Dit is ons logo, Embrace Life Through Work. Je ziet het hier ook op de achtergrond. En dat doe ik al 20 jaar met veel passie. En nou, privé ben ik getrouwd met Wien, die zie je hier op de foto. En dat is ook al 22 jaar. Samen hebben we twee kinderen. Piet en Nicky, zie je hier mijn zoon. En hier mijn dochter. Rechts ook op het theaterpodium. Vorig jaar was ze erbij als gast. Maar ik ben bevlogen in mijn business, want ik heb daar gewoon superveel lol in. Ik ga inderdaad fluiten naar mijn werk. Zelfs op zo'n dag als vandaag voor dit webinar. En ja, dat heb ik geleerd eigenlijk doordat ik meerdere keren ook mijn eigen droombaan heb gecreëerd. Ook als ondernemer en ook daarvoor in loondienst. En dat wil ik heel graag met jou delen, want ik denk dat dat super interessant is. En ja, omdat ik het al jaren doe met dus die onderneming Talent First Nederland, waar we met een grote groep mensen in samenwerken. Daar hebben we ook al meer dan 100.000 mensen mee geholpen over die 20 jaar. Dus dat is super gaaf, want daar doen we het eigenlijk voor. Ik heb een aantal boeken geschreven, waarvan er ook 100.000 inmiddels over de toonbank zijn gegaan. Personal branding boeken, maar ook twee romans. Daar zal ik zo meteen misschien nog even iets meer over zeggen. Maar wij werken met 50 coaches en trainers bij elkaar in Talent First. En dat doen we eigenlijk door het hele land. Dus dit zijn allemaal plekken van waaruit we werken. Ja, en dat doen we ook voor de meeste fantastische klanten. Dus dat is hartstikke gaaf. Voor allerlei verschillende klanten werken we. Dit is Ajax bijvoorbeeld, of NS, of ABN AMRO, andere banken, de TU Delft, technische bedrijven, midden- en kleinbedrijven, Ahold zie je hier, KLM, nou, van alles, Tony Chocoloni, toffe bedrijven. En ja, dat is natuurlijk superleuk, want overal heb je mensen die met werk lopen te worstelen, te zijn van tijd en wijle, hoe zeg je dat? Van tijd tot tijd. En wij kunnen daar supergoed bij helpen, want dat doen we met, nou, dan bijvoorbeeld talentenprogramma's waar we mensen in een langdurig traject een aantal maanden of soms nul jaren begeleiden met coaching en training en intervisie, dat soort dingen. Maar ook individuele coaching, waarin we mensen gewoon echt aan de hand nemen, aan de hand van coachgesprekken die we met ze voeren op basis van bijvoorbeeld analyses, maar ook bijvoorbeeld door helemaal terug te kijken naar hoe je leven tot nu toe zich ontwikkeld heeft, wat je daarin voor lessen kunt onderscheiden. Nou, doen we gewoon als coachgesprekken, maar soms ook inclusieve retraites. En daar zag je net die prachtige boot voor, want dat is de plek waar we die retraites doen. En het is super gaaf om ja, dat eigenlijk te delen met mensen, om hoe je dat inderdaad voor jezelf kunt organiseren, dat je vanuit het naar je werk gaat. En dat je, nou, dit zijn foto's van mij overigens in Kaapstad, dat is ook nog een deel van mijn leven waar ik een tijdje gewoond heb met mijn gezin. En waar ik ook een bedrijf ben gestart om in townships dit soort kookapparaten aan mensen te distribueren. Dus dat is nog een zijstapje van in het kader van het voorstellen. Ik geef lezingen, dat doe ik veel voor grote groepen mensen. Vind ik gaaf, kan mij eigenlijk niet groot genoeg zijn, die groep. En ik begeleid ook ondernemers in een soort mentoringprogramma. En dat vind ik ook tof, mensen die ja, binnen die onderneming aan het zoeken zijn, hoe kan ik nou het beste uit mezelf halen? Nou, wat ik met jou wil delen is eigenlijk de inzichten die ik in al die programma's inzet en hoe ik die ja, voor jou kan laten werken, hoe je daar eigenlijk morgen al mee aan de slag kan. Want daar gaat het vandaag om. En dan ook nog in deze uitdagende omstandigheid. Hè, we hebben zelf de ervaring dat we nu al bij onze derde crisis zijn aangekomen. Dus dat geeft wat lessen mee die ik ook graag met je wil delen. Dus het is een prachtig gezegd, een crisis is zowel een kans als een gevaar. Maar hoe zit dat nou en maakt dat dan eens concreet? Nou, dat wil ik graag doen, want wij hadden, de eerste crisis was deze in 2001, liep nog door in 2002. En de tweede crisis was in 2008, toen de hele financiële wereld op elkaar stortte. Nou, waren we ook, zaten we ook vol in. En nu dan die derde crisis met het coronavirus. Dus ja, dat zijn, ja, dat er kansen in een crisis zitten, dat wil ik heel graag gaan beschrijven. En hoe je daar nu ook in deze situatie van kan leren. Want dat geeft natuurlijk je nu gelijk de tools en de middelen om daarmee uit de voeten te kunnen. Nou, ten eerste, denk ja, niet te licht over werk. Embrace life through work is ons credo. En ja, werk is een super belangrijk ding. Het is heel lastig om een leuk leven te hebben als je eigenlijk baalt van je werk. Dus denk niet te licht over werk.
Want ik weet ook hoe het werkt als het mis kan gaan. Zowel in mijn eigen leven als in mijn eigen carrière als ook in mijn jeugd. Want dit was mijn vader. En mijn lieve vader heb ik meegemaakt in zijn jeugd, in mijn jeugd, toen het bij hem niet zo lekker ging op zijn werk. En dat heeft jarenlang geduurd. Dus wat was het verhaal? Mijn vader komt eigenlijk toen hij heel jong was, kwam hij al in het leger terecht. En is daarvoor naar Indië gegaan, Nederlands-Indië, dus wat nu Indonesië is. En daar gevochten. En uiteindelijk teruggekomen op zijn 19e, gepokt en gemazeld natuurlijk door alles wat hij daar had meegemaakt. Als een echte hardliner. En ja, dat leidde ertoe dat hij uiteindelijk bij de politie terechtkwam. Bij de politie, dat was dan begin jaren 50 ongeveer. En dat ging eigenlijk best wel goed. Want hij kwam daar als hardliner eigenlijk in de jaren 50 goed tot zijn recht. Maar de maatschappij veranderde in de jaren 60 en de jaren 70. Daar kun je misschien iets bij voorstellen. Het werd allemaal een stukje softer misschien wel. Of menselijker of genuanceerder. En mijn vader kon daar eigenlijk niet in mee. Dus mijn vader veranderde niet mee met wat er wel nodig was. Dus ik weet nog dat hij een keer zei dat het woord scholierstaking, dat was bij hem in zijn hoofd nooit opgekomen, zeg maar. Hij was iemand die ging liefst met de gummiknuppel daarop af om mensen weer tot de orde te roepen. Maar dat was dus op een gegeven moment niet meer acceptabel. En hij kon er eigenlijk niet goed mee uit de voeten. Dat leidde ertoe dat er die mismatch ontstond tussen hem en het werk wat er gedaan moest worden. En dat hij eigenlijk steeds meer op een zijspoor kwam te staan. Want het matchte gewoon niet en hij kon daarin niet bewegen. Hij was daarin eigenlijk onbekwaam. Dat leidde ertoe dat hij overspannen raakte. Wat je nu burn-out zou noemen. En dat leidde er weer toe dat uiteindelijk mijn ouders uit elkaar gingen. En dat hij die fase van zijn leven met zijn kinderen ook echt helemaal geen goede band kon opbouwen of kon uitbouwen. We zijn met z'n 7 kinderen en aan het einde van zijn leven, nu ruim 20 jaar geleden, had hij nog maar met 3 van de 7 kinderen contact. Ik was daar gelukkig 1 van, maar dat is natuurlijk wel hartstikke treurig. En ja, ik noem mijn vader wel eens een omgekeerde inspiratiebron. Want het is voor mij eigenlijk destijds een moment geweest waarop ik dacht van ja, maar dat ga ik mezelf niet laten gebeuren. Ik ga zorgen dat ik die match met werk beter heb en dat ik dat beter voor elkaar houd. En ik kreeg wat geld destijds uit het erfenis toen hij overleed. En dat ben ik gelijk gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling. En daar is eigenlijk mijn reis mee begonnen. Mijn reis naar op zoek naar hoe kun je nou lekker werken, gelukkig werken, optimaal profiteren van je talent. Dus denk niet te licht over werk. Dat is een beginstatement wat ik je wil meegeven. Terwijl heel veel mensen doen het wel. Die denken wel licht over werk. En terwijl het zo'n grote impact heeft op je leven. Willem van Reenen, dat is een professor en die beschrijft de hele arbeidsmarkt. En een leuke metafoor die hij gebruikt, die ik je wil meegeven, is dat er eigenlijk op die arbeidsmarkt 3 typen muizen zijn. Dus wat hij zegt is, je hebt 3 soorten mensen op de arbeidsmarkt. En het type wat in een burn-out raakt, zoals mijn vader, dat is ongeveer 10% van de mensen, volgens zijn cijfers. En dat noemde hij de gestampte muisjes. Dus dat is een hele vrolijke metafoor deze heer van Reenen. Maar het fascinerende en het opvallende en het belangrijke wat hij zegt is, dit is super erg. Als je een burn-out meemaakt, is echt geen feest. Maar tegelijkertijd is het niet iets wat je kan ontkennen. Dus als je dit meemaakt, en veel mensen die dit meemaken zeggen dat ook, als je dit meemaakt, dan zul je in actie moeten komen. Dan kun je niet zomaar net doen alsof er niks aan de hand is. Dat werkt gewoon niet. Je moet iets doen. Dus vaak zeggen mensen die een burn-out meemaken, dat er uiteindelijk iets goeds uit tevoorschijn komt, ook al is het geen leuke situatie. Nou, het grootste probleem, wat Van Reenen zegt, is dus niet deze groep. Want wat hij zegt is, er is eigenlijk een veel grotere groep mensen op die arbeidsmarkt. Bedenk, hij heeft in 3 soorten mensen ingedeeld. En het grootste probleem zit bij een andere groep en dat is de grijze muis. En de grijze muis, dat is iemand die zijn werk niet leuk vindt, maar niet zo niet leuk dat hij er echt fysiek ziek van wordt. Dit zijn mensen die eigenlijk gewoon balen van hun werk, maar er niks aan doen. En het erge is, dat zijn er 78%. Dus dat is echt een enorm aantal. En hier zit het grootste probleem op de arbeidsmarkt, zegt Van Reenen. Want deze groep, als je er zo bij zit, je vindt je werk eigenlijk niks, maar je wordt er niet fysiek ziek van.
Ja, weet je, als je dit meemaakt, dan is het heel lastig, omdat je met zoveel bent, 78%, om je daaraan te ontworstelen. Dus veel mensen komen als grijze muis niet in actie. Dus die blijven jarenlang die grijze muis, misschien kees ze wel om je heen. Nou, hoe ga je dat dan voorkomen? En ik heb het zelf ook meegemaakt, hè, dat het die grijze muis was. En echt burn-out gelukkig niet, maar wel periodes dat ik die grijze muis was. En ja, ik weet van mezelf, toen ik echt het verkeerde werk deed, en ik heb het ook als ondernemer een aantal keren meegemaakt, dus binnen mijn organisatie, binnen mijn bedrijf, maar ook daarvoor toen ik in loondienst was. Ik deed het verkeerde werk, ik zat niet op mijn plek. De laatste keer in loondienst was dat ik in Rome zat. Een prachtige stad natuurlijk, misschien ben je er wel eens geweest. Nu verder weg dan ooit, maar prachtige stad. Ik zat daar met mijn vriendin, nu mijn vrouw, die daar ook een baan had. En we hadden het prachtig voor elkaar, heerlijk. Het is natuurlijk ook heerlijk weer, het was leuk werk. Oh nee, het was niet leuk werk, dan moet ik het wel goed zeggen. Het was een heerlijke stad, lekker eten. We hadden een prachtig huisje. Maar het werk was het probleem. Dus ondanks die prachtige stad en het heerlijke weer, het leven zou verrukkelijk moeten zijn. Chagrijnig als ik was, liep ik door die stad. En dat kwam dus, ik heb het al een beetje weggegeven, omdat mijn werk niet leuk was. Dat ik met mijn baas, en ik zal er zo meteen nog misschien wat over vertellen, maar ik kon met mijn baas totaal niet door één deur. Dus ik liep als een chagrijn door die stad, ondanks al het moois en het prachtigs wat we voor elkaar hadden. En toen heb ik bedacht, wat voor mij een hele belangrijke leidraad is gebleven in mijn leven. Toen heb ik bedacht, toen ik aan mezelf keek, van hey, wacht eens even, als je werk niet leuk is, ben je zelf leuk. Want ik was daar nou niet de leukste partner voor mijn vriendinnetje. En ik was niet de leukste collega. En ik was niet de leukste vriend voor mensen die langskwamen. Want ik liep alleen maar te balen van dat werk. Dus misschien herken je dat wel. Mensen die om je heen zo'n grijze muis zijn, die eigenlijk lopen te balen van hun werk. Zijn zij nou het leukste wat ze zouden kunnen zijn? Of hè, als je jezelf erin herkent, ben je wel de leukste versie van jezelf in dat werk? Nou, dat is denk ik de reden dat ik het super belangrijk vind om hiermee aan de slag te gaan. Omdat de impact op wie je bent als mens, als partner, als vriend, zo groot is van je werk. Dus het is onmogelijk gelukkig te zijn als je baalt van je werk. Nou, daar had ik het net al over. En ook als ondernemer is dat natuurlijk het geval. Hè. Ik heb het zelf ook als ondernemer meegemaakt, een aantal periodes gehad, dat het echt niet op de lekkere, goede manier ging. Dat ik dingen toch slecht geregeld had, met de verkeerde dingen bezig was. En ik gewoon merk van ja, dit is gewoon, ik ben niet de leukste versie van mezelf. Dus dan kan je de vraag stellen, werkt je bedrijf voor jou of werkt jij voor je bedrijf? Nou, als je die laatste conclusie trekt, dan is dat misschien een reden om te denken van hé, er moet iets veranderen als ondernemer. Nou, daarover ga ik mijn geheimen en inzichten met je delen. Want ik vind het belangrijk dat je daar, als je dat zou willen, stappen in kunt zetten. Want dat is zo'n groot deel van je leven. Dus om te voorkomen dat jij die grijze muis wordt of blijft, misschien ben je hem wel op dit moment, en helemaal te voorkomen dat je die gestampte muis wordt. Oké, okay. Want er is natuurlijk nog 12% over, dat had je al uitgerekend, en dat zijn de gekleurde muizen. Dat zijn die paradijsvogels die echt een fluitend naar je werk bestaan hebben. En hoe heerlijk is dat niet, hè? Als je dat als primaire arbeidsvoorwaarde in je leven kunt hebben, fluitend naar je werk, elke dag en fluitend weer naar huis. Nou, ik vind het fascinerend hoe dat voor jezelf te organiseren en hoe we dat met elkaar ook voor elkaar kunnen organiseren op de werkvloer. Dus nou, daar ben ik al 20 jaar heel gefascineerd door. En daar kan jij natuurlijk van leren. Welk type muis ben jij? Zit je in die gestampte muizenhoek? Misschien wel die grote groep grijze muizen? Of ben je een van die gekleurde muizen in dat 12% deel? En hoe zorg je er nou voor dat je zoveel mogelijk in dat laatste segmentje zit en daarin blijft? Die gekleurde muis. Want ja, laten we eerlijk zijn, je bent niet voor niets uniek. Weet je, we zijn allemaal uniek, maar in hoeverre doe je er wat mee? Want dat is natuurlijk best wel lastig, hè? Om echt je eigen uniekheid in te zetten in je werk. Veel mensen vinden dat lastig, helemaal als je in een grote organisatie zit. Hoe blijf je nou echt gewoon jezelf in zo'n grote organisatie? Maar ook als je ondernemer bent, hoe voorkom je dat je de onderneming aan het bouwen bent voor je werknemers of voor de mensen met wie je werkt? En dat je jezelf erbij het oog verliest. Nou, dat gaan we onderzoeken. Want misschien herken je het wel. En ook nu in deze periode, misschien herken je dit plaatje wel. Of misschien vind je jezelf ook in dit plaatje wel. Dit is een konijn op zwemles. En dat is een metafoor voor iemand die gewoon echt het verkeerde werk aan het doen is.
waarvan je weet van ja, weet je, ik ben hier niet goed in, dit gaat het nooit worden, ik word hier nooit goed in, het geeft me geen energie, hou op, je ziet het konijn ook een beetje hopeloos kijken. Dus hoe voorkom je dat je die konijn op zwemles bent? Want als je werk niet leuk is, ben je zelf niet leuk. Onthoud dat. En werkt je bedrijf voor jou of werk jij voor je bedrijf? Dat is ook een heel belangrijk om te onthouden. En misschien heb je nu rondom dit virus wel ook vragen die misschien zorgen die hierover gaan. Wordt misschien nooit meer zoals het was voor jou. Of misschien denk je wel, ben ik wel goed genoeg om dit aan te kunnen? Of blijft mijn werk wel bestaan? Maak je daar misschien zorgen over dat er niks uit je handen komt? Of de vraag van hoe kan ik in godsnaam van betekenis zijn? Dat is ook zo'n ontzettend motiverend en belangrijk ding. Wat heb ik überhaupt te bieden? Zeker in deze tijd. Misschien val ik door de mand. Nou, misschien heb je die zorgen, herken je ze. En dit verhaal. Ik heb nu muizen gehad, een konijn en dit is een kikker. Maar je herkent deze kikker vast als dat beestje wat volgens ik weet niet of het een fabel is, maar het verhaal. Dat een kikker, als je hem in kokend water doet, je zet het langzaam op. Dan blijft hij daar niet zo lang in zitten tot het water te heet is dat hij verbrandt. Je springt er niet uit, terwijl hij dat makkelijk zou kunnen. En dat is de metafoor, misschien ook wel voor jou. Want je hoeft niet in zo'n situatie te blijven als je jezelf erin herkent. Je kunt daar gewoon uitspringen, net als die kikker. Nou, mijn ontdekkingen daarover, dat is de leidraad van mijn verhaal. En als eerste wil ik je het Talent First model introduceren. Want dat is een super cruciaal en belangrijk onderdeel van de weg eruit. Of naar voorkomen dat je die grijze muis wordt. Of de weg naar fluitend naar je werk en inderdaad die gekleurde muis zijn. Inzicht, vertaling, actie. Dat zijn drie stappen en de volgorde daarvan is belangrijk. Het tweede is brain hacking. Hoe ga je er nou mee om? Wat er allemaal in je gedachten en je hoofd voorbij komt. Wat doe je daarmee? En hoe kun je daar grip op krijgen? Hoe kun je daar veel meer kracht uit halen dan alleen zorg? Dus daar gaan we het ook over hebben. En het derde is de piramide van magic leadership. Hoe zorg je ervoor dat je niet op het niveau van overleven blijft hangen, maar dat je die stappen naar boven gaat naar to thrive, dus echt iets willen neerzetten en daarmee bezig zijn. Of misschien wel zelfs anderen inspireren, anderen meenemen. Of in het bovenste puntje waarin je niet alleen anderen, maar ook jezelf versteld doet staan. Die drie dingen gaan we behandelen. En dat doen we in de context van deze crisis. En hoe kan die nou een gevaar en een kans tegelijk zijn? De belangrijkste vraag erin is eigenlijk, hoe kijk jij naar de wereld? Dus hoe kijk je naar de omstandigheden om je heen? En dan moet ik altijd denken aan deze man, Miles Hilton Barber. Die sprak ik een aantal jaar geleden toen hij spreker was op een congres. En ik interviewde hem en eerst had hij al voor de zaal verteld hoe zijn leven eruit zag. Hij had de meest fantastische dingen in zijn leven meegemaakt. Hij was straaljagerpiloot geweest, diepzeeduiker. Ultramarathon looprecht met afstanden van 200 mijl en zo door de woestijn. Dat soort gekke dingen. Echt de meest fascinerende dingen had die man gedaan. Maar ja, nu komt het. En dat was voor ons allemaal natuurlijk even een beetje een shock. Hadden we eerst helemaal niet door. Jij misschien ook niet. Maar hij is blind. Dus deze man heeft al die dingen gedaan. Ondanks dat hij klaarblijkelijk een enorme beperking heeft. Maar hij liet zich daar dus niet door weerhouden. En wat voor mindset is dat? Dus hij zei, en we vonden dat natuurlijk allemaal super indrukwekkend. Hij zei van joh, toen we het over zijn mindset hadden en ik mocht hem interviewen. Hij zei van joh, meestal alles waar je tegenop ziet of alles wat vooraf heel lastig lijkt, valt achteraf best wel mee. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Alle dingen waar je vooraf tegenop ziet en je doet ze, vallen ze achteraf best wel mee. En als je dat van tevoren al bedenkt, en dat was dus zijn truc, dan kun je dus veel meer, want dan hou je je niet, laat je je niet beperken door alles waarvan je van tevoren al denkt dat het heel erg ingewikkeld zou zijn. Hoe zou het zijn als je zo leeft? Als je zo in het leven staat en ook nu in deze situatie zo omgaat met de realiteit. Nou, toen wij deze crisis meemaakten in 2001, ja, dat was natuurlijk ook even iets waar we niet echt op zaten te wachten. Ik was toen net gestart met mijn bedrijf. Dit was de advertentie die hoorde bij het bedrijf waar we toen mee waren gestart. In 2001, in januari, stond dit in de Parool. Als een omgekeerd werving- en selectiebureau waren we bezig. En zelfs zo dat we voor mensen zochten naar bedrijven en niet voor bedrijven naar mensen. En dan kreeg je, het bedrijf kreeg wel de rekening, maar de helft van dat bedrag ging naar degene die we hadden bemiddeld als een opleidingsbudget. Dus een prachtig concept.
Maar vrij snel kregen we de crisis om onze oren. En dat niet alleen. Mijn vrouw werd op dat moment ook nog ziek. Dus die had een ernstige ziekte. We hadden net een klein kindje. Dus toen was echt eventjes alle zeilen bijzetten. Dat was een hele pittige periode. En ik bleek niet de beste manager te zijn in tijden van crisis. Ik was begonnen met een aantal mensen in loondienst. Mijn referentiekaart voor ondernemen was zo'n beetje de quote, zeg maar. Daar stonden allemaal succesverhalen rond de eeuwwisseling, want dat was toen de hoogconjunctuur. Dus ik dacht van, nou, iedereen moet sowieso een salaris en een laptop en een auto en we gingen los. Maar ja, toen ging het mis en ontpopte ik mezelf als een soort tiran naar mijn arme werknemers. En ik bleek niet de meest empowerende manager te zijn, to say the least. Dus wat ik ontdekte in die periode was dat dit totaal niet iets voor mij was. Ik was echt die konijn op zwemles in deze periode. Ik kon totaal niet omgaan met het feit dat mijn medewerkers gewoon salaris kregen, terwijl het water mij steeds hoger aan de lippen begon te staan. Ik merkte dat dit totaal niet iets voor mij was. En dat merkte ik omdat ik ging kijken, maar ja, hoe zit ik nou in elkaar? Wat heb ik nou te bieden? Wie ben ik als mens? En ik wist, ik ben niet voor niets uniek. Dus daar moet iets in te vinden zijn van hoe zit dat dan? Dus ik liet mezelf helpen door te kijken van wat is dat dan bij mij, die uniekheid? Hoe zit ik in elkaar? Wat is mijn cadeautje aan de wereld? Want ik wist dat manager op die manier in ieder geval het niet was. En met die vraag aan de slag gegaan en toen onder andere een talentenanalyse gedaan. Waarin ik keek naar hoe zit ik nou eigenlijk in elkaar? Wat is gedrag wat mij als vanzelf heel makkelijk afgaat? En welk gedrag vind ik een heel stuk lastiger? Wat is hetgene wat bij mij eigenlijk helemaal niet zo goed gaat? En waar moet ik eigenlijk van wegblijven? Zo'n talentenanalyse is super interessant. Want je hebt eigenlijk een soort gebruiksaanwijzing voor jezelf. En dat is ook een van de producten uiteindelijk waar wij met Talent First heel veel meer mensen hebben geholpen. Als je verandering wil realiseren, als je jezelf een bepaald groeipad in wil hebben, is het dus super belangrijk dat je die drie stappen doorloopt in dat Talent First model. Inzicht, vertaling, actie. En veel mensen komen gelijk in actie zonder dat ze echt met dat zelfinzicht starten. Dus daar ben ik mee begonnen. Gaan zoeken naar de effectieve route om te kijken hoe kan ik nou het beste mijn talenten inzetten om te doen wat er gebeuren moet. Nou, want als je gewoon in actie begint zonder dat je zelfinzicht hebt opgedaan, is dat natuurlijk niet zo slim. Denk maar aan Marktplaats. Als je daar iets gaat zoeken en je gaat... de eerste stap die je dan zet is natuurlijk toch gewoon je zoekopdracht bepalen. Want dan kun je heel gericht gaan zoeken en dan kun je kijken van oké, waar moet ik zijn? Je gaat niet bij advertentie 1 beginnen en dan gewoon naar beneden scrollen. Dus ook als je op zoek bent naar wat maakt mij uniek, is het superbelangrijk dat je die vraag gaat onderzoeken en kijkt wat heb ik te bieden. Nou, dus hoe doe je dat bij jezelf? Begin bij jezelf en ga inderdaad op zoek naar die vraag. Heb ik te bieden? Dus niet wat wil ik, hè? Dus niet van als je kijkt van wat maakt mij nou anders dan anderen, niet van wat wil ik, dat is een hele lastige vraag. Dan gaat er een wereld van mogelijkheden voor je open en dat is best wel lastig. Dus deze vraag is eigenlijk slimmer. Wat heb ik te bieden? En dat kun je dus gewoon meten. Dat kun je dus gewoon aan de hand van allerlei tools gewoon heel effectief onderzoeken. En dat is ook hartstikke leuk om daarmee aan de slag te gaan. Dus, nou, wat maakt mij uniek? Het is lastig, maar het is ook leuk, want jezelf beter leren kennen, hoe leuk is dat? Hè? Ik bedoel, wij zijn met Talent First, we weten niet voor niks Talent First, dus je begint met je eigen talent. Nou, toen ik dat had gedaan voor mezelf, ontdekte ik dat het voor mij veel beter werkt om met ZZP'ers te werken dan mensen in loondienst. Want ik vond het eigenlijk veel prettiger als mensen ook ondernemer zijn en we het risico dragen en je gezamenlijke kansen kunt creëren. Dus vanaf toen ben ik daarmee begonnen in een model dat heet franchising. En eigenlijk door die crisis ontdekt, ik moet geen mensen in dienst nemen, ik moet gewoon lekker met zelfstandigen werken. Nou, ja, en dat is natuurlijk super, want met deze tool heb ik dat eigenlijk ontdekt. Ik ontdekte dat bij mij de kracht heel erg zit in het extravert. Je ziet in dit modelletje 4 kleuren. En die kun je bij jezelf meten in hoeverre je voorkeur hebt voor die 1 van die 4 kleuren. Of 1 of meer van die 4 kleuren. Ik zal ze zo behandelen. Je ziet aan de rechterkant extravert staan. En aan de linkerkant introvert. Eens even kijken. Dat is al een hele mooie vraag. Ben je introvert of extravert? En ja, misschien wel een aardig voorbeeld. Een beetje schrijnend voorbeeld ook wel. Is het verhaal van Avicii. Ik weet niet of je die documentaire hebt gezien op Netflix. Waarin hij op een gegeven moment ontdekte
En dit model dat is, komt bij Jung vandaan. Dat is gebaseerd op de theorieën van Jung. En Navicii in die documentaire ontdekt op een gegeven moment de theorieën van Jung, een boek van Jung. En het verschil tussen extravert en introvert. En dat verlichtte hem op een bepaalde manier. Er ging eigenlijk een wereld voor hem open. Want hij was natuurlijk de heel erg geniale producer die het ontzettend naar zijn zin had als hij gewoon lekker muziek kon maken, eigenlijk een beetje introvert bezig kon zijn. Maar door zijn succes werd hij door de hele wereld vervoerd om overal hele grote zalen toe te spelen en eigenlijk een hele extraverte rol te hebben, terwijl die rol hem eigenlijk helemaal niet lag. En in het boek ontdekte hij eigenlijk het verschil tussen introvert en extravert en ja, het belang om ook daar bewust van te zijn waar dat voor jou zit. Dus vraag je eens af, ben jij nou vooral extrovert of vooral introvert? En heb je in je werk nu een situatie waarin je daar ook veel naar kunt leven? En nou, bij Avicii is dat natuurlijk hartstikke slecht afgelopen. Omdat hij uiteindelijk in een burn-out, en ja, misschien was hij ook wel, ondanks al zijn succes, een soort konijn op zwemles. Dus wat zijn jouw gedragsvoorkeuren? En dan kun je eigenlijk, als je naar deze vier kleuren kijkt, kun je de vier onderscheiden. En dat is dus benoemen. Eén gedragsvoorkeur is het rode, het vurige. Dat is heel extravert en vrij rationeel ingesteld. Dus dat betekent dat je dan heel erg daadkrachtig bent, resultaatgericht, dominant, dingen naar je hand wil zetten, competitief bent, veel durft, maar ook heel direct bent. En ja, er zitten natuurlijk goede kanten in, maar ook slechte kanten. Dus dat is belangrijk om deze voor jezelf te kennen. De tweede is het zonnige geel. Dat staat voor hele optimistische mensen. Ook heel extravert, maar wat meer mensgericht. Dus dit zijn meer de relatiebouwers. Deze mensen die zien de wereld als één grote hoeveelheid vrienden. Alleen kennen ze nog niet allemaal. Dus heel optimistisch, positief, enthousiasmerend. Ook supergoede kwaliteit natuurlijk. En schaduwkanten, want daar word je natuurlijk ook af en toe gek van. Het derde is het aardse groene, stabiliteit. Dit zijn mensen die juist weer wat introverter zijn en eigenlijk toch ook wel heel mensgericht, maar veel meer empathisch en zorgzaam en luisterend en overzicht bewaren, harmonie belangrijk vinden. En als laatste het heldere blauwe. Dit zijn mensen die ook introvert zijn, maar wat meer rationeel taakgericht. Dus die zijn wat meer op de kwaliteit, op de analyse, op de details en ook wat kritisch. Die kijken net iets langer dan de meeste mensen. Dus ook weer perfecte kwaliteit zit er daarin. En ook weer schaduwzijde. Dus supermooi als je ze allemaal weet van jezelf. Want dan heb je natuurlijk een soort gebruiksaanwijzing van jezelf. En ik heb er destijds voor aan gehad dat het voor mij veel beter was om in een ander businessmodel te werken met ZZP'ers. Nou, als je die gebruiksaanwijzing voor jezelf hebt, kan je daar natuurlijk naar handelen. En kan je kijken van, past wat ik nu doe, wat ik wil gaan doen, past dat bij hoe ik eigenlijk in elkaar zit? Het mooie is dat als je die analyse doet, dan heb je een gebruiksaanwijzing die uit twee delen bestaat. Het ene is hoe jij je fabrieksinstellingen zijn, zeg maar, hoe je van nature ter wereld bent gekomen, wat echt bij jou past van nature. En het tweede is het tweede profiel, en die kun je met elkaar vergelijken, gaat over hoe je op dit moment in je werk functioneert. Dus je kunt je voorstellen dat dat soms kan afwijken, hè? Die konijn op zwemles, en dan zie je dat heel duidelijk, komt dat naar boven. Dus hartstikke interessant. Mooi voorbeeld. Hoe dat kan werken is van een klant van ons, Erik. Die was drummer in een band. En hij was niet alleen de drummer, maar hij was ook een beetje de organisator. Hij regelde alles. Hij joeg de hele band aan, zorgde dat mensen bij optredens waren, genoeg repeteerden, dat alles geregeld werd. Hij was echt een beetje de aanjager. Maar hij had een enorm rood profiel. Dus dat hele dominante en hele resultaatgerichte. Dus daarom vond hij dat best prettig om te doen. Ja, maar de mensen om hem heen in zijn band, die vonden het eigenlijk best wel een beetje irritant hoe hij er continu zo bovenop zat. Want het is natuurlijk ook wat dat rood als schaduwzijde heeft. Dus na de talentanalyse die hij bij ons deed, zag hij in hoe dat werkt. En ook dat dat dus niet voor iedereen normaal gedrag is of niet voor iedereen wenselijk gedrag. Dus dat dominante wat hij had, kon hij eigenlijk wat meer omarmen, wat meer snappen en wat meer erkennen. En ook het feit dat anderen daar misschien soms een beetje problemen mee hadden. Dus toen hij dat had gerealiseerd, wist hij ineens wat hij moest doen. Want hij had zijn mailtjes die hij altijd met Erik de Drummer ondertekende. Dan maakte hij van Erik de Drammer. Waardoor er ineens een soort verlichting ontstond. Want iedereen dacht, kijk, hij weet in ieder geval dat hij ook heel irritant is. Maar fijn, hè, laten we het ook maar zo houden. Want het is ook wel fijn dat hij het allemaal regelt.
Dus toen had hij eigenlijk allemaal eruit gehaald. Toen hij zijn kwaliteit kende, maar ook de schaduwzijde daarvan snapt. Dus dat is natuurlijk echt heel fijn. Als je jezelf snapt, kan je natuurlijk veel effectiever worden. Dus helemaal in teams, hè, kun je zien dat mensen elkaar best in de weg kunnen zitten als ze anders zijn op basis van die gedragsvoorkeuren. En als je dat van elkaar weet, dan kan er natuurlijk echt een verlichting ontstaan. Nou, dan kan het zelfs zo gaan dat je de collega die het meest irritant vindt, dat je ineens ziet van, hey, wacht eens even, hij kan iets anders dan ik en daar vult hij me eigenlijk in aan. Dus dan ontstaat er inderdaad echt verlichting. Nou, een ander instrument wat wij in dit soort situaties inzetten is een drijfveeranalyse. Dus wat vind je nou belangrijk als het gaat om je innerlijke motivatoren? Nou, als je dat weet, ook super interessant. Hè? Waar kom jij je best voor uit? Wat vind jij belangrijk? Waarom werk jij? Wat motiveert jou? En we hebben daar een drijfveeranalyse. En wat zo mooi is aan die analyse, is dat je eigenlijk perfect blootlegt. Niet wat en hoe je dingen doet. Dat is in die talentenanalyse, zijn je gedragsvoorkeuren. Maar waarom je dingen doet. Dus in mijn geval bijvoorbeeld, ik snap wat voor mij belangrijk is. Voor mij is het bijvoorbeeld belangrijk vanuit mijn drijfveren dat ik mensen kan helpen, kan ondersteunen. Dat vind ik fijn. Als ik zie dat we met Talent First 100.000 mensen hebben geholpen, dat vind ik geweldig en dat motiveert mij. En dat is mijn eigen ervaring. Sociale drijfveer heet dat. Dat je het dus belangrijk vindt om iets voor anderen te doen. Doordat ik dat weet, is het dus ook voor mij eenvoudig om in die crisis in 2001 wel te zien van, hey, wacht eens even, ik wil wel dat we mensen blijven helpen. Dat moet gewoon op een andere manier, want dit werkt voor mij niet. Want je moet de drijfveren die je hebt, moet je voeden. En het leuke is dat je 6 of 7 verschillende drijfveren kunt hebben. En dit is dan een van sociale drijfveren. En je voelt je prettig en gelukkig als je daar mee bezig bent, als je die kunt voeden. Dus als je die snapt, je onderliggende motivatoren. Een andere bij mij is impact hebben. Ik vind het leuk om gewoon te zien dat mijn werk effect heeft. Dus daarom vind ik het ook leuk dat er boeken worden verkocht. Dat mensen bij boeken lezen, dat ze daar iets aan hebben. Of dat er bij een webinar positieve reacties komen. Het is voor mij ook een innerlijke drijfveer, een onderliggende motivator. Het is natuurlijk super leuk om jezelf te snappen. Want tenminste, ik weet of dat ook jouw ervaring is, maar als je begrijpt hoe je in elkaar zit, ja, je bent zelf natuurlijk een hartstikke interessant onderwerp van onderzoek. Nou, dus dat is onder onze boeken en coachingsprogramma's is eigenlijk altijd een heel groot onderdeel. Dus hoe zit je in elkaar? We houden je de spiegel voor. En dat doen we dan het liefst waarbij we je laten zien niet alleen wat je op dit moment kan, maar ook misschien hoe je de volgende stap kunt zetten. En ik noemde net al de Pyramid of Magic Leadership. Want hoe cool is het niet om jezelf uit te dagen om die volgende stap te maken richting het puntje waarin je inderdaad dingen doet, waarin je niet alleen jezelf, maar of niet alleen anderen, maar ook jezelf versteld doet staan. Dus dat is natuurlijk een super gave reis om met elkaar te maken. Een ander deel wat super belangrijk is bij zo'n crisis, als we in 2001 en in 2008 en nu weer meemaken, is hoe krijg je nou grip op je gedachten? Dus ik noemde net een aantal dingen die gaan over zelfonderzoek, hè? Je talenten, je drijfveren, wat heb jij te bieden, wat is jouw cadeautje aan de wereld? Als je dat goed snapt, dat geeft je zelfvertrouwen, dan kan je daarmee mee voort. En een ander ding is, hoe krijg je grip op je gedachten? Want hoe zorg je, hoe voorkom je dat je je ontzettend zorgen maakt, dat je twijfelt aan of je wel nog het juiste te bieden hebt? Dus hoe ga je om met al die gedachten? Misschien ken je dit plaatje van het 5G-model, waarbij eigenlijk een gebeurtenis altijd opgevolgd wordt door als eerste een gedachte. Hè, dus het regent, heb je een bepaalde gedachte bij, daar komt een bepaald gevoel uit voort. Dat maakt een bepaald gedrag logisch en daar komt een bepaald gevolg uit. Dus je ziet dat de eerste stap naar die gebeurtenis die je niet kunt beïnvloeden, er is een crisis. Je eerste stap om daarmee om te gaan is je gedachte. Dus welke gedachtes geef je de ruimte, welke gedachten ga je achteraan, welke gedachten associeer je mee, is natuurlijk super bepalend voor wat voor gevoel, wat voor gedrag en wat voor gevolg, dus eigenlijk van hoe je leven eruit ziet. Byron Katie is daarin de kampioen, wat mij betreft. Byron Katie is een Amerikaanse dame, ik denk dat ze tegen de 70 is, en zij heeft The Work, dat is een manier om op een constructieve manier naar je gedachten te kijken. Wat zij eigenlijk je laat zien, is dat je gedachten gewoon voorbij komen en daar kun je niet zoveel aan doen. Maar wat je wel kunt beïnvloeden is, hoe ga je ermee om?
Dus hoe identificeer je jezelf met een bepaalde gedachte? Wat voor gedrag koppel je eraan? Wat voor gevolg? Hoe ga je ermee om? Nou, het lijkt een beetje op het omdenken van Bertolt Brecht. Misschien is dat bekend voor je. Waarin je eigenlijk op een andere manier kijkt naar dan je misschien in eerste instantie gewend bent. Dat je eigenlijk op een andere manier denkt over dingen die met je gebeuren. En een prachtig voorbeeld daarvan hoorde ik onlangs van deze man. Die was op televisie ergens en toen ging het over achterstandswijken en hoe hoe daar nog sprake was van integratie, discriminatie en wat zijn mening erover was. En toen gaf hij een perfect staaltje omdenken, legde hij aan de dag. Want hij zei van, ja joh, toen ik jong was, toen ontdekte ik, er werd natuurlijk best wel een beetje gediscrimineerd of op Marokkanen neergekeken. Maar wat ik me toen realiseerde, zei hij, en dat was een klassiek voorbeeld van omdenken. Wat ik realiseerde was dat er mensen dus blijkbaar een enorme lage verwachting hadden van mij. Hè, want hij was Marokkaan. Dus mensen hadden blijkbaar een hele lage verwachting. Die dachten dat ik half crimineel was, heel dom was en niet te vertrouwen was enzovoort. Dus zei hij, dat gaf mij een enorme voorsprong. Want ik kon dus heel makkelijk overdeliveren. Ik hoefde maar een klein beetje goede dingen te doen. En mensen waren gelijk verbaasd. Want hij zei van, joh, laten we eerlijk wezen. Als een Marokkaan een portemonnee komt terugbrengen bij de politie, staat hij gelijk 3-0 voor op een Nederlands iemand die dat zou doen. Dus hij, ja, en hij zei van, dat heeft mij geen windeieren gelegd. Want zo heb ik beleven ingericht. Klassiek staaltje omdenken. En een klassiek staaltje op een effectieve, constructieve manier omgaan met omstandigheden die je niet kunt beïnvloeden. Nou, Miles Hilton Barber is daar natuurlijk ook een perfect voorbeeld van. Wat heb je zo nodig in deze tijd om mentale veerkracht te krijgen, om weer in actie te komen, creatief te worden, nieuwe mogelijkheden te zien, op zoek te gaan naar de kansen die er misschien ook in de situatie zich aandienen. Dus daar moet je eerst een knop voor omzetten. Nou, dat is iets waar we ook super effectief mensen bij helpen. Want vaak is dat het allerbelangrijkste om als eerste te doen. Hè, ik heb het heel vaak over droombanen. Ik geloof dat het voor iedereen mogelijk is om een droombaan te hebben. Maar de belangrijkste stap die daarin voor jou, bepalend is, is of je gelooft dat dat er kan zijn. Dus als jij niet gelooft dat het voor jou mogelijk is om een droombaan te hebben, dan ga je er ook niet actief naar op zoek. Nou, wij hebben er ook een prachtig programmaatje voor, dat heet het GSM-principe. GSM staat voor geen smoesen meer. En wat betekent dat nou? Iedereen die in actie wil komen of die stappen wil zetten, of die de crisis ter hand wil nemen, zoals nu, die ziet ongetwijfeld allerlei obstakels op zijn weg. En een crisis kan zelf al een obstakel zijn. Wat wij doen met het GSM-principe is dat we eigenlijk op zoek gaan naar of die obstakels niet te ontmaskeren zijn als smoezen. En hoe werkt dat? Op het moment dat jij ziet dat een obstakel waarvan je eerst dacht van, hé, dat is echt een obstakel, ik kan er niet door, dat dat gewoon een smoes blijkt te zijn, dan kan er ineens beweging ontstaan, ruimte ontstaan, omdat je dan gewoon wel in actie kan komen. Want die smoes houdt je niet tegen waar het obstakel nog wel doet. Maar Katie vertelde daar eens een mooi verhaal over. Dat op het moment ze had dat zelf eens meegemaakt, geloof ik, dat was ze in de woestijn. En ineens zag ze ergens een slang. En in de woestijn is een slang levensbedreigend. Je kan je aanvallen en dan ben je geen partij. Dus ze had angst. Tot ze ontdekte dat het geen slang was, maar een stuk touw. Dus je kunt je voorstellen wat er dan met je gebeurt. Dan valt natuurlijk in één keer die hele angst weg en dan kun je weer door. Hetzelfde kan er gebeuren op het moment dat jij obstakels voor jezelf ziet en die ontmaskert als smoes. Je ziet, het is niet iets wat me tegen hoeft te houden, het is maar een smoes. Om je een voorbeeld te geven, hoe dat eruit kan zien. In Marijn is klaar met werk, een boek wat ik geschreven heb een aantal jaar geleden, heb ik een aantal bijzondere mensen geïnterviewd. Die zijn uiteindelijk personages in de roman geworden. En daar zijn een paar hele mooie GSM-voorbeelden van. Bijvoorbeeld, dat zijn mensen die passanten zijn in de droombaanreis die mijn hoofdpersoon gaat maken. Marijs maakt een droombaanreis en ontmoet tijdens die reis allerlei mensen. En er zijn een aantal interessant, precies op dit principe. Want er zijn een aantal personages die je tegenkomt die precies het GSM-ding laten zien. Hè? Want je kunt natuurlijk allerlei dingen bedenken waardoor je misschien niet in actie komt. Dat je denkt van, ja, ik ben eigenlijk toch te jong om ondernemer te worden of om voor mezelf te gaan beginnen. Of ik wil dat wel, maar ik heb niet de opleiding of ik heb helemaal geen netwerk of ik heb
ik ben eigenlijk veel te slim om zo stap te zetten, of te dom, of ik ben te oud om nu nog wat te gaan doen. Over dat te oud is wel een mooi verhaal van Boudewijn Poelman, die ook in mijn boek voorkomt. Oprichter van de Nationale Postcode Loterij en succesvol beyond measure als het gaat om geld verdienen en impact hebben. Maar is die pas op zijn 40ste mee begonnen. Dus dat is natuurlijk een hele interessante gegeven. Als jij denkt dat je misschien nu te oud bent om nog wat te gaan doen, op je 40ste kun je dus nog een gigantisch bedrijf als de Postcode Loterij opzetten. Of een andere dame in dat boek, Margot, die op haar 50ste bedacht van, joh, ik wil eigenlijk echt wat anders. Ik wil een switch maken en ik wil gewoon een romanschrijfster gaan worden. En dit is haar oeuvre nu een aantal jaren later, die allemaal in de winkel ligt. Dus dat kan allemaal gewoon. Op het moment dat je dat obstakel, dat die leeftijd misschien voor je lijkt, ontmaskert als een smoes, dan denk je ineens van, hé, wacht eens even, andere mensen doen het ook, dus het kan gewoon. Nou, dat is natuurlijk een heel psychologisch proces. En dit gaat over de tweede crisis in 2008, waarin Lehman Brothers hier wordt ontmanteld. En wat er natuurlijk toe leidde dat een heleboel mensen op straat kwamen te staan. En ongetwijfeld zal dat nu ook weer gaan gebeuren, dat door allerlei verschuivingen in de economie mensen hun baan kwijtraken. Maar voor hoeveel mensen is je baan kwijtraken ook niet een kans? Omdat je daardoor ineens, ondersteund door een sociaal plan, ondersteund door misschien coaching, ondersteund door misschien extra support, een stap kunt maken die je anders niet zou hebben gezet. Ik weet zeker dat het voor nu ook voor een heleboel mensen gaat gelden, dat het uiteindelijk een blessing in disguise is. In 2008 ontdekten wij dat wij met Talent First daar ook hartstikke goed mensen konden helpen. Dus door die crisis ontstond er eigenlijk een hele grote nieuwe markt voor ons, waarbij we eerst vanuit persoonlijke ontwikkeling bezig waren, konden we toen met outplacement aan de slag, konden we mensen begeleiden om inderdaad de volgende stap te maken. Want zo kan een crisis natuurlijk ook uitpakken, dat je door omstandigheden die je in eerste instantie niet zou hebben gekozen, toch ineens weer een stap kunt zetten die je misschien anders niet had gezet. Nou, geen smoesen meer als je die in je achterhoofd houdt. En dan zou het zomaar kunnen dat er kansen voorbij komen die je misschien in eerste instantie nog niet zo had herkend, waarvan je in eerste instantie dacht dat het een obstakel was. Want zo'n crisis kan dus ook betekenen dat je eigenlijk gewoon een nieuwe deur open krijgt, omdat er een andere gesloten wordt, die jou helpt om achter je dromen en je wensen aan te gaan. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil, achter je talent aan. Iets doen waar je energie van krijgt, iets doen waar je jezelf in kwijt kan, waar je jouw unieke cadeautje aan de wereld mee kunt nemen en aan anderen kunt bieden. Waar je iets kunt doen wat jou op het lijf geschreven is. Dus voorkom dat je die konijn op zwemles bent. Iets doen waar je energie van krijgt en waar je helemaal op je plek bent. Misschien is dat nu juist wel voor jou de tijd om daar in te investeren of daarmee aan de slag te gaan. En dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Want dat is het mooie. Er zijn natuurlijk allerlei manieren, en je kijkt nu naar dit webinar, dit is er al één van, om daarin ondersteuning te krijgen. Want het is natuurlijk van de gekke dat je dat allemaal in je eentje zou hoeven uit te zoeken. Gelukkig hoeft dat niet. Je kunt op zoek naar een coach, naar een mentor, naar inspiratie, of naar een traject waarmee je een stok achter de deur voor jezelf creëert. En dat is natuurlijk een keuze die je gewoon kunt maken op wat voor manier dan ook. Ik heb zelf altijd heel veel gehad aan inspiratiebronnen. Dit is Ricardo Semler, geloof ik, ongelooflijk geïnspireerde man van het bedrijf Semco. Tony Robbins, waar ik allerlei programma's bij heb gedaan. Dit is met zijn vrouw, met mijn vrouw. Maar ook Byron Katie, om te helpen mezelf om op een goede manier naar dingen te kijken, om bekrachtigende gedachten te hebben. Ik wil voorkomen dat ik in dat mystical Tomorrowland blijf hangen, waar 99% van alle productiviteit verdwijnt en is opgeslagen, zoals hier staat. En je wil in actie komen, je wil gewoon stappen zetten, want dat geeft je levensenergie. Nou, daarvoor moet je dus grip krijgen op je gedachten, daarvoor moet je focus hebben, daarvoor moet je een plan maken. En dat doe je op basis van wat je zelf in huis hebt, wat jouw cadeautje aan de wereld is, hoe je in elkaar zit. En wat mij altijd opvalt, en misschien werk jij ook bij een groot bedrijf, of bij een organisatie, groot of klein. Ik werkte jarenlang bij Randstad. En wat mij opviel was dat daar, ondanks dat ik daar 3 keer mijn droombaan heb gecreëerd, dus ik heb 3 keer mijn eigen droombaan bedacht en ook gerealiseerd. De eerste keer was als intercedent, toen had ik een nieuwe job bedacht, gericht op bedrijven die zich nieuw in Amsterdam zouden vestigen. En dat deed eigenlijk nog niemand, dus was een nieuwe job en dat kon ik gewoon gaan doen.
De tweede keer was Randstad Retail, gericht op de retailmarkt. Dat deden we ook nog niet. Nou, dat was ook een hele nieuwe baan voor mezelf. En de derde keer Randstad in Rome. Ik vertelde je net al dat het uiteindelijk niet goed afliep daar. Omdat ik met mijn baas daar uiteindelijk niet echt goed door een deur kon. En het werk me niet beviel. Maar ik had eerst bedacht om Randstad in Rome op te gaan zetten. Omdat dat nog niet gebeurde. En mijn vriendinnetje een baan in Rome kreeg aangeboden voor KLM. Dus ja, fantastisch om te zien dat je binnen zo'n grote organisatie blijkbaar zoveel mogelijkheden kunt creëren. En wat mij opviel was dat zo weinig mensen dat deden. Dus deze tekst staat hier bij ons om de hoek. It's never crowded on the extra mile. En dat is goed om in je gedachten te houden. Jij kunt gewoon ook nu, want een crisistijd is natuurlijk toch een tijd dat heel veel mensen toch een beetje zijn verlamd en een beetje zich zorgen maken. Jij bent nu hier, hè? Dat is al een teken dat je in actie wil komen. En als je dat doet, zul je waarschijnlijk heel snel ontdekken dat helemaal niet zoveel mensen dat doen. Die extra mile, dat is waar het gebeurt. En daar is het niet zo druk. Nou, voor ons was het in deze crisis, ontdekten we dat we eigenlijk met een beter businessmodel door konden, waarin ik met zelfstandigen werkte. Deze crisis leverde op dat wij hartstikke goed van coaching naar outplacement konden. En bij deze crisis zien we dat we hartstikke goed onze trainingen naar online kunnen verplaatsen, wat weer allemaal mogelijkheden geeft, zoals bijvoorbeeld dit webinar. Dus die crisissen hebben gewoon kansen in zich als je ze wilt zien. Het is nu natuurlijk ook een tijd om in jezelf te investeren, om gewoon stil te staan bij wat is dan dat cadeautje wat ik te bieden heb aan de wereld, wat is watgene wat mij uniek maakt. Je kunt op zoek naar nieuwe proposities. Hoe kun je nu iets doen van wie jij bent, vanuit wie jij bent, wat op een bepaalde manier van waarde is voor mensen. Hoe kun je daar naar op zoek? Hoe kun je nieuwe contacten opdoen? Dit is een moment waarin er weer allerlei nieuwe mogelijkheden ook zich ook op dat vlak aandienen. Nieuwe kansen. En als je die crisis inderdaad als een kans wil zien en je wil met dit hele verhaal echt aan de slag, dan is dat natuurlijk ook mogelijk om de bonus te doen. Hè? Want als klant bij Telm First kun je bijvoorbeeld, ik noem dat net als een coach traject, afnemen. Volgens het Telm First model. Maar ik wil daar iets bijzonders in doen. Want weet je, het is ook een moment waarop we volgens mij elkaar allemaal een beetje moeten helpen en moeten kijken hoe we dingen makkelijker kunnen maken. Dus als je nou echt met dit model aan de slag wil, dat model dat werkt gewoon, dat hebben echt duizenden mensen gedaan. Hè? Zo'n droombaarreis maken bijvoorbeeld, hè? Zo'n traject waarin je gedurende een bepaalde periode allerlei oefeningen, allerlei opdrachten, allerlei inspiratie op je afkrijgt. Dat hebben al heel veel mensen gedaan, heel veel klanten hebben dat ervaren, hoe krachtig dat is. Wat dat betreft echt, heeft het zich echt bewezen. Dat doe je natuurlijk ook op basis van een intake. Je begint met een intake waarin je vertelt wat je situatie is, waar je staat, wat jouw wens is om welke kant op te bewegen. En als je dat zou willen en een toegang wilt hebben tot onze kennis, dan heb ik een tof idee, een tof aanbod voor je, om jou hiermee te helpen op een laagdrempelige manier. Want weten wat jij te bieden hebt, jouw unieke profiel, daarvoor halen we natuurlijk alles uit de kast, daar willen we je mee helpen. Onder andere met die talentenanalyse, die persoonlijke gebruiksaanwijzing. Ben je nou introvert of extravert? Waar zit jouw toegevoegde waarde en waar zitten ook jouw blinde vlekken? Hoe voorkom je dat jij die konijn of zwemles bent? Drijfveeranalyse, wat zijn de onderliggende motivatoren? Waarvoor kom jij je bed uit? Waarvoor mogen we je s'nachts wakker maken? Ook een 360 graden test waarin we gaan kijken bij de mensen om je heen, hoe zij naar jou kijken, wat vinden zij dat jouw grootste talenten zijn, jouw toegevoegde waarden, want heel vaak zien mensen om je heen dat veel beter dan jijzelf. Dus die blinde vlekken daar ook naar boven halen. Super interessant. Zodat je meer zelfvertrouwen krijgt, meer mentale weerbaarheid, zodat je beter de omstandigheden, hoe die ook zijn, aan kunt. En ook met die mindhacking gaan we aan de slag. Hoe voorkom je nou dat je je al te snel zorgen maakt en dat je te groot de problemen ziet, terwijl ze misschien obstakels zijn die als smoes kunnen worden ontmaskerd. Je mentale veerkracht, dat koppelen we ook nog met een persoonlijke 1-op-1 clarity call in een programma. Dus wat ik jou eigenlijk wil aanbieden, is te ontdekken wat jouw cadeau aan de wereld is. Nou, daar doen we ook nog een aantal boeken bij. Maak er gewoon een heel pakketje van en dan zul je misschien afvragen van ja, hè, voorkomen dat jij in dat Mr. Tomorrowland belandt. Met een focus, met een plan uiteindelijk, een stok achter de deur. Ja, dat vraagt natuurlijk wel commitment. En dat is wel iets wat ook niet voor iedereen is, daar moet je echt voor kiezen.
En dat vraagt ook een investering, dat zal je ook niet verbazen. Maar daar ga ik iets leuks mee doen, want ik wil het laagdrempelig maken. Maar het is wel iets wat je moet doen als je er serieus in bent. Want het gaat niet vanzelf. Dat is het slechte nieuws wat ik voor je heb. Die droombaan die komt niet je aangeworpen. Die zul je echt zelf moeten creëren. Daar zul je zelf mee aan de slag moeten gaan. Nou, dan is dit het schip waar we onze retraites ophouden. En je kan er natuurlijk ook nog voor kiezen om hier een 24-uur sessie op te doen. Maar dat is misschien ook niet voor iedereen weggelegd. Maar laat ik het concreet maken. Mocht je dit willen, mocht je die kans zien, dan is er een heel programma wat ik net noem. Dat ziet er ongeveer zo uit. En dat is natuurlijk een mooie opsomming. Maar met die boot erbij zou het nog meer worden natuurlijk. Daar kun je ook iets bij voorstellen. Ik vind het ook leuk als mensen op die boot zijn om daar zelf een coachsessie mee te doen, voor te verzorgen. En dan heb je het over weer iets anders. Maar ik ga het concreet maken, want we gaan niet met dit soort bedragen werken, want dit is een bijzonder moment en we moeten volgens mij elkaar helpen. Dus voor een klein groepje mensen wil ik het mogelijk maken om dit hele pakket, wat ik net allemaal noemde, ik zal het zo nog laten zien, voor een heel laagdrempelig bedrag mogelijk te maken. Zodat je meer vertrouwen krijgt, meer inzicht, zodat je beter in staat bent om positief te kijken, je minder zorgen te maken. Zodat je ook helderder hebt wat je te bieden hebt en waar je naartoe moet. Hè? Dus de stappen om te zetten. Met meer zelfvertrouwen, meer energie, meer kracht. En daar gewoon vol mee aan de slag achter je droom aan. Als je dat wil. En net als heel veel klanten die dat hebben ervaren. Ja, dat je er eigenlijk een leuke mens van wordt op het moment dat je minder stress hebt in je werk. Gewoon beter op je plek zit en meer die gekleurde muis bent. Dan wil ik je dit hele pakket aanbieden voor 25 mensen, voor een heel klein bedragje. Maar wat belangrijk is geloof je het zelf dat het mogelijk kan, dat het mogelijk is. Hè? Geloof jij dat het mogelijk is om die droombaan te creëren? Geloof jij dat het voor jou weggelegd is om fluitend naar je werk te gaan? Geloof jij dat het mogelijk is om inderdaad in het weekend al uit te kijken naar die maandagmorgen? Want dat is natuurlijk wel precies waar het over gaat. Ik heb een boekje geschreven, dat heet 365 vakantiedagen. Geloof jij dat het mogelijk is om werk te hebben wat net zo leuk is als je vakantie? Dat het met elkaar kan wedijveren. Nou, als je dat wil, dan bied ik het je aan, dit hele pakket, voor €197 exclusief BTW. En dat doe ik voor een klein groepje van maximaal 25 mensen. Dus als je dat wil, ga dan naar talentfirst.nl/yes. En meld je daar aan. En zorg dat je er op tijd bij bent. Want er zijn met een heleboel mensen hier. Dus dit gaat snel. Maar het zou superleuk zijn als dit iets voor je is. Want werk is gewoon superbelangrijk in je leven. Het is zo'n groot onderdeel. En bepaalt zoveel hoe je, hoe gelukkig je bent. Of hoe leuk je bent. Je werkt geloof ik 5 miljoen minuten in je leven. Dus dat is een te groot onderdeel van je leven. Waarschijnlijk meer tijd dan je aan je partner besteedt, meer tijd dan jij je kinderen besteedt. Dus denk daar niet te lichtzinnig over. Werk is belangrijk en je mag tijd besteden aan jezelf. Dit is ook voor jou. Weet je, jij mag nu deze tijd gebruiken om die stappen te zetten, om beter zicht te krijgen op wat is voor mij belangrijk, wat heb ik te bieden en hoe ga ik om met me te snel zorgen maken of te snel obstakels zien. Je mag tijd besteden aan jezelf. Je mag in jezelf investeren. Dromen zijn bedrog, behalve die waar je werk van maakt, heb ik wel eens op een tegeltje laten zetten. En ja, daar gaan we mee aan de slag. Dus op zoek naar wat is nou dat ideale plaatje voor jou. Hoe kun je niet die konijn op zwemles zijn, maar die gekleurde muis. Laat ik nog een ander dier bij halen. Een vis in het water, hè, dus helemaal op de juiste plek. Jij bent het waard om deze stap te zetten. En ik heb het heel laagdrempelig voor je gemaakt. Dus als dit voor jou is, dan zou het natuurlijk super zijn. En misschien denk je van dit is te mooi om waar te zijn. En dat is het misschien ook. Want het is natuurlijk wel een heel erg laagdrempelig verhaal. Dus als je het wat vindt, eenmalig voor €197 exclusief BTW. Ga dan naar talentfirst.nl/yes. En dan doe je een 30 dagen programma. Waarin je praktisch toepasbare tips hebt. Zowel een talentenanalyse als een drijfverenanalyse, 30 dagen, opdrachten, inspiratie, inzichten en ook nog gevolgd door een clarity call.
gegarandeerde actie, omdat je door het hele traject gewoon in actie wordt gehouden. En we gaan aan de slag om die smoesen te ontdekken in die obstakels, om die obstakels te ontmaskeren als smoesen. Want werk is gewoon een te belangrijk onderdeel van je leven om daar te lichtzinnig over te denken. Dus help je daar graag bij. En als het voor jou is, dan zou ik het leuk vinden om aan de andere kant te zien. En klik op talentfirst.nl/yes, want je hoeft het niet alleen te doen. We helpen je er graag bij. Want jij hoeft niet die kikker te zijn die rustig afwacht tot het water zo heet is dat je er niet meer uit kan springen. Je kan gewoon nu in actie komen. En we helpen je er graag bij. Dus talentfirst.nl/yes en ik hoop je daar te zien. En zo niet, wens ik je nog een prachtige dag. En dankjewel voor je tijd nu. En wellicht tot aan de andere kant van www.talentfirst.nl/yes. Hiermee hou ik het erbij. 1 uur en 5 minuten. Dus dat lijkt me een prachtige tijd. Dankjewel. Ik hoop je aan de andere kant te zien. En wens je nog een prachtige dag.